We hebben verschrikkelijk veel aanscholvers. Is het vooral de kunst om je goed te laten voeden? Ik zal altijd aangezien worden als het zusje van Jan Smit. Alle zielige types die dachten, laten we die Rob van Huls maar schrijven. En dan zag je echt die haai wegzwemmen. Maar ik werd niet gevraagd voor filmen en televisie, zo eenvoudig is het. Welkom bij het gesprek uit de regio. We zijn vandaag in Amsterdam, de Keizersgracht. Prachtige dag. Naast me loopt Mickey Hoogendijk. En Mickey, jij woont hier gewoon aan deze gracht, hè? Mooi plekje. Ja, ik geloof dat ik echt in een soort van paleisje woon. Als ik hier 's ochtends de deur uitloop, ben ik al zo gelukkig. En als ik dan 's avonds terugkom en alle lampjes branden, dan is het echt een museum. Ja. Ja, ik woon in een museum. Hoe ben je hier ooit terechtgekomen eigenlijk? Ik ben geboren in Amsterdam. Toen 10 jaar in het oosten gewoond, teruggekomen op mijn 18e. Toen weer 10 jaar in het buitenland gewoond. Ja. En ik ben nu sinds een aantal jaren terug. En ja, het kwam op pad. Ja. En toen dacht ik, ja, dit is wat ik wil. Ja, want door je werk heb je inderdaad op heel veel plekken gewoond. Je hebt in Los Angeles gewoond, je hebt op Tenerife gewoond. Ja. Is het dan niet een beetje saai om dan toch weer hier in Amsterdam te zijn? Het is juist zo fijn dat ik eindelijk niet in het Japans hoef te onderhandelen. Of weet je, dat ik tenminste kan lezen wat er in de supermarkt te koop is. En ja, ik heb natuurlijk ook mijn vrienden en mijn familie hier. En echt mijn roots. En juist als je zo lang bent weg geweest, dan voel je hoe belangrijk dat eigenlijk is. Ja. En dus ik geniet er nu juist van. Snap je? Ik vind jij helemaal niet saai. Omdat ik lang ben weg geweest. En het grote publiek ken jou voornamelijk van goede tijden, slechte tijden. Je hebt een aantal jaren daarin geacteerd. Hoe kijk je terug op die periode? Vond je dat, ben je er trots op? Trots is een groot woord, maar wat het voor mij was, is echt een cadeautje. Want ik was vroeger als klein kind altijd aan het zingen en dansen. Dat was echt mijn ding. Toen de hele tijd niet. En toen Goede Tijden kwam, toen ineens voelde ik dat kinderlijke speelse gevoel weer opkomen. En ik heb 2 jaar echt absoluut genoten en een hele leuke tijd gehad. Want het is alleen maar ginnen, grappen, geinen met elkaar daar. Ja. Iedereen loopt elkaar maar een beetje te pesten en te doen. En voor mij was het gewoon een cadeau, want ik kwam weer tot een nieuw punt in mijn leven. Dat ik verder wilde met acteren. Ja. En uiteindelijk is dat nu echt mijn passie. Dat want je was eigenlijk al een jaartje ouder toen je begon met acteren, hè? Je was wel een jaar of 30, wat vak al wat ouder is. Ja, ik was 30 toen ik begon bij Goede Tijden en 32 toen ik daar ook weer stopte. Ja. Maar zo'n soapserie, ik vind het eigenlijk helemaal niet bij je passen. Nee, dat was ook wel grappig, want ik kwam natuurlijk uit de kunstwereld. Ja. Dus als je in de kunstwereld... Daar kijken ze natuurlijk heel erg op neer. Ja, dan roepen ze zo van, soap, belachelijk. Maar ja, dat vind ik dus niet. Want ik merkte toen ik mijn auditie deed dat het nog verdomd moeilijk is om dat voor elkaar te krijgen. Zeker als je daar natuurlijk niet gestudeerd hebt. Maar het lijkt me toch moeilijk als je dat 2 jaar lang doet, om dan de uitdaging daarin te blijven zien. Nou, vooral iemand zoals jij die toch inderdaad uit de kunstwereld komt, een beetje uit intellectuele kringen, dan lijkt me dat toch een beetje beperkend kunnen zijn. Ja, maar die kunstwereld kan ook heel beperkend zijn, de intellectuele ook, weet je wel. Dus ik hou gewoon van alles en iedereen en dat wil ik allemaal graag voelen, meemaken. En na 2 jaar was ik alleen een beetje moe van die kartonnen muurtjes waar ik tegen speelde, weet je wel. Want iedere keer deed je een deur open en dan viel het hele... Dan lag je waarschijnlijk weer in de lach. Ja, en ik was ook eigenlijk veel te lang voor Goede Tijden. Want als ik op een tafel ging staan, dan zeiden ze of, weet je, dan zagen ze het plafond met alle lampen hangen. Dus... Ja. Even terug naar het kunstenaarsmilieu waar jij vandaan komt. Ja. Want je ouders waren allebei kunstenaars, schilders. Ja. Kun je iets meer over vertellen? Mijn moeder was winhuisarchitecte. Die heeft als eerste het Hilton ingericht en mijn vader was kunstenaar. Mm-hmm. Mijn grootvader was kunsthandelaar. Voor, tijdens en na de oorlog. De 17e eeuwse meesters is nu in het Rijksmuseum hangen die... Hingen vroeger bij mijn grootvader thuis. Ook op de Keizersgracht trouwens. Maar je hebt het dan over je vader. Maar ik heb gelezen dat jij eigenlijk verwekt bent aan de kunstmatige inseminatie. Hè? Dat je een van de eerste kinderen in die tijd was. Ja, goed gelukt, hè? Ja. Dat zegt mijn moeder altijd, goed gelukt. Ja. Ja. Maar je hebt je vader dus wel daarna gekend? Ik heb mijn echte biologische vader zogenaamd. Ik heb geen idee. En volgens mij moeten we even mee met de camera, of niet? Ja, we lopen even die kant op. Dat is raar. Fiets er even voorbij. Tikkie druk hier. Maar jij was een van de eerste in die tijd, hè? Dat was heel nieuw. Ja, dus ik weet niet wie mijn biologische vader is. Maar ik heb dus geleerd dat het als kind maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Degene voor wie jij liefst krijgt en degene die je opvoedt en alles meegeeft, dat zijn je ouders. Dus mijn moeder is mijn echte moeder en mijn tweede vader was gewoon mijn vader. Heb je nooit het idee gehad om een soort zoektocht te doen naar je biologische vader? Nou, dat zou echt een onmogelijke opgave zijn geweest. Want het ziekenhuis is afgebrand, de dokter is van een berg gevallen. En in die tijd
hielden ze de informatie ook niet. Dus het is er gewoon niet. Ja. Dus ik zou het wel kunnen willen, maar laat ik dat maar niet doen. En waarom koos jouw moeder destijds eigenlijk voor die optie? Want ze heeft daarna wel jouw vader ontmoet. Nee, mijn moeder was gewoon 10 jaar getrouwd. En samen met haar man probeerde zij een kind te krijgen. Maar dat lukte niet. Zijn zaad was niet vruchtbaar. Okay. En toen waren er 3 opties. 1 adoptie. 2 met een andere man op bed duiken. En 3 het nieuwe middel, KID. Ja. Dus ja, mensen die denken wel eens dat je dan een bewust ongehuwde moeder of zo moet zijn. Maar een stuk onzin. Er zijn gewoon een aantal mensen die een kinderwens hebben die dat niet voor elkaar krijgen. En ik weet dat ik een zeer, zeer gewenst kind ben. Want daar is aardig wat moeite voor gedaan. Ja, precies. En je hebt eigenlijk een heel veel bewogen leven gehad. Hè? Je bent nog heel jong, maar je kan als je terugkijkt op je leven. Je hebt eigenlijk heel veel dingen gedaan, maar ook heel veel dingen meegemaakt. En op een gegeven moment heb je ook heb je een langdurige relatie gehad met de kunstenaar Rob Scholten. Daar wil ik het even over hebben. Wanneer heb je hem ontmoet eigenlijk? Ja, nou, ik geloof dat ik echt net van school kwam. Ja. En ik werkte in een klein Italiaans restaurantje. En daar kwam hij altijd eten, althans sambuca drinken. En hij kwam binnen met een kleine Samsonite koffer. Dat is echt zijn handelsding, want dat had hij altijd bij zich. En ik keek hem aan en ik voelde iets. Ik voelde iets heel erg bevestigends, maar ik wist niet zo goed wat ik precies voelde. En toen kwam hij een week later terug en toen wist ik het zeker. Ik denk, dat is mijn man. Ja. En dat had hij dus ook. Dat is wel opvallend, want er was best wel een leeftijdsverschil ook wat tussen jullie. Ja, 12 jaar. Ja. Maar ik heb een beetje een vadercomplex, hè, wegens dat we zeg maar een tijd geen vader hebben gehad. Ja, ik weet het niet. 12 jaar is best wel veel, ja. Maar je had gelijk een klik met hem vanwege niet alleen zijn persoonlijkheid, maar misschien ook vanwege het feit dat hij, vanwege zijn beroep, om het zo maar te zeggen? Nee, want ik wist helemaal niet wat hij deed. Daar kwam ik pas later achter, want ik had helemaal geen idee van Rob Scholten. Ik wist wel iets van de oude kunst, de oude meesters, maar niets van de moderne kunst nog. Dus dat geloofde hij trouwens ook niet, hoor, toen ik dat zei. Hij dacht echt dat ik hem voor de gek hield. Weet je niet wie ik ben? Nee, echt niet. Nou ja, dat is alleen maar leuker. Ja. En op een gegeven moment gingen jullie ook samen kunst maken? Wij samen kunst maken. Ja, nou, ik heb begrepen dat jullie bijvoorbeeld samen aan een soort grote wanddoek hebben gewerkt met het paleis. Wanddoek? De grootste wandschildering van de vorige eeuw in de hele wereld. Ja. 1200 vierkante meter. Daar heb jij ook aan meegewerkt, meesterwerk. Toch? Nee, ik heb alleen 1 keer met een witte roller de eerste laag samen met de assistenten, geloof ik. Dat bedoel ik, je hebt er aan meegewerkt. Nee, ik was directeur van zijn BV, dus in die zin heb ik geholpen met 15 man personeel die we daar in dienst hadden. Europeanen, om te zorgen dat alles geregeld werd. Huisvesting, de betalingen, de tickets, de toestanden. Er moest verf besteld worden, de pers moest geregeld worden. Nou, gewoon alles eromheen. En dat was nogal wat in Japan, want als je daar een telefoonrekening krijgt, dan heb je dus geen idee dat dat een telefoonrekening is, behalve omdat er ergens een tekeningetje van een telefoontje staat. Okay. Dus dat was wel moeilijk. En dat was het grootste wanddoek ter wereld. Ja. Hing dus in Japan. Ja, hangt er nog steeds. Hangt er nog steeds. Ja, het hangt niet. Het is dus een replica van Paleis Huis ten Bosch. Dus 1-op-1 nagebouwd. Zo. Prachtig gedaan. Alleen om redenen van privacy wilde de koningin het interieur niet gekopieerd hebben. Heel begrijpelijk. En ook om veiligheidsredenen, neem ik aan. En dus is ook de Oranjezaal, die in Nederland prachtig beschilderd is, maar heel anders. Die kreeg Rob de opdracht om ook daar een nieuwe invulling aan te geven. Van Simon Levy, de oud-directeur van het Rijksmuseum. En daar heeft hij toen een ontwerp voor gemaakt. En dat is het geworden. Ja. Het is een heel mooi verhaal, want het vertelt een jongensdroom. Een jongetje die met zijn vader zeg maar, een klein bootje uitprobeert in een wasbak eerst. En dan vervolgens in het water. En dan gaan ineens allemaal wasbakken omhoog. En dat bootje dat gaat varen. En dat bootje dat komt zeg maar, verschillende culturen tegen. Okay. En daar ontstaat oorlog door. Maar dan valt er ook ineens valt er een raket uit de hemel. Maar dat is het raket van de beurs. Met alleen maar cijfertjes. Oftewel, er zijn ook andere oorlogen. Zoals we nu heel goed merken. Nou, uiteindelijk eindigt het in een enorme apocalyps waar alles kapot slaat op de rotsen. Mm-hmm. En dan staat er een soort van prachtige naakte vrouw. Met Rubens lichaam. Maar wel mijn gezicht. Okay, dat wel. Een hele mooie oude schildering had hij zo gekopieerd op een kruik. En die kruik, daar komt zeg maar het goede weer uit. En dat is weer waar het jongetje begint. Ja. En het mooie is dat Japanners de andere kant op lezen. Dus die beginnen bij de wereld die kapot is en komen terug bij de jongensdroom. Ja, ja, dus jullie waren dan op een gegeven moment getrouwd. Alles gaat heel goed. Rob gaat goed met zijn kunst en alles. En dan slaat in één keer het noodlot toe, want in 1994 zitten jullie in een auto. Jullie rijden door de Jordaan hier in Amsterdam. En in één keer blijkt het dat er een bom onder de auto zat die ontploft. En dat met verstrekkende gevolgen. Ja, wat doe je dan?
Denk je er nog vaak aan? Het gekke is, ik woon een aantal blokken daarvan vandaan. En de ene keer dan fiets ik er overheen en dan denk ik er helemaal niet aan. En de andere keer dan fiets ik er overheen en ineens staat mijn hart even stil, weet je wel. Dan realiseer ik me dat gewoon heel goed. Ja, natuurlijk denk ik eraan. Alleen, laat je natuurlijk, het gaat nooit meer weg natuurlijk. Het is 16 jaar geleden nu. Ja, maar dat laat je nooit los. Nee. Alleen, ik leef niet in angst. En ik ben gelukkig. En dat is geloof ik de mooiste revenge die je kunt hebben nadat zoiets is gebeurd. Nee, dat is en blijft een absurde situatie die ons is overkomen. Want Rob heeft toen zijn beide benen verloren. Ja. Jij was hoogzwanger, je hebt toen een kindje verloren. Nou, ik was niet hoogzwanger, dat was het, een jaar daarvoor was ik hoogzwanger. Ja. Dus ik was voor de tweede keer zwanger. En ik was, de avond daarvoor had ik een predictortest gedaan. Ze waren super gelukkig, want we hebben ons zoontje daarvoor verloren na 9 maanden, 4 dagen zwangerschap. Dus dat ik weer zwanger was, was een soort van wow moment. Weet je wel? En dat vierden we eigenlijk. En toen gebeurde dat. Dus het was zoals een extra cru verhaal. Ja. Het rare is dat die hele bomaanslag, dat het nooit is opgelost, hè, door de politie. Ja. Heb je de hoop dat het op een dag nog een keer de waarheid boven water komt? Ja, die hoop zal ik ook zeker altijd houden. En ik zal alles stimuleren wat dat nog in het werk kan stellen. Omdat het gewoon zo fijn zou zijn als het nog eens afgesloten wordt. Want Rob heeft toen op een gegeven moment gedacht van het komt, hij had misschien wat vijanden. De politie die dacht van het kan ook voor iemand anders bedoeld zijn. Want het schijnt dat er een of andere drugscrimineel was die dezelfde soort auto had. En die ook wel eens in die buurt parkeerde. Ja, maar weet je, er zijn natuurlijk honderden cowboyverhalen bedacht in die tijd. En dat is ook logisch, want je moet alles uitsluiten. En er zijn heel veel dingen verzonnen. En er zijn heel veel dingen de wereld in gebracht die helemaal niet zo zijn. En dat is heel pijnlijk, want daardoor werden we eigenlijk een soort van extra slachtoffer, vond ik zelf. Ja. In plaats van dat ze iets oplosten, werd ons leven eigenlijk alleen maar zwart gemaakt, vond ik. De mensen die eventueel iets raars hadden kunnen doen in ons leven zijn allemaal heel nauwkeurig onderzocht. Ja, vijanden. Ja, iedereen heeft wel eens ruzie. Maar die theorie dat het eigenlijk een vergissing was van degene die de aanslag deden. En dat ze dachten dat het iemand anders was die in die auto zat. Wat geloof je daarin? Of? Ja, ik geloof helemaal nergens in. Totdat dat bewezen is. Alles is mogelijk zolang ik niet weet wat de waarheid is. En dat is een beetje het enge aan het verhaal. Ik me nooit angstig heb gevoeld daarna. Dus ik voel me niet bedreigd. En ik weet ook heel zeker dat ik niet iets heb gedaan in mijn leven waardoor zoiets zou moeten plaatsvinden. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Maar wat is jouw theorie daarbij? Dan heb je een bepaald soort gedachte dat je denkt van nou, misschien dat het dit was. Heb je het in die zin een plaats gegeven als, waarom het is gebeurd? Nee. Zijn ze nog mee bezig om uit te vinden wie daarachter zat? Of ben je er zelf nog in die zin mee bezig? Dat is en blijft natuurlijk gewoon een heel zwaar en moeilijk ding. Ja. Maar trouwens, ken je FOM? Nee. Die is een waanzinnige expositie. Ik ben een beetje een cultuurbarbaar hoor. Oh, nou, ik weet niet zoveel over. Richard Avedon is een van de meest bijzondere en belangrijke fotografen uit deze en de vorige eeuw. En die heeft hier een expositie en tot nu toe hebben we echt rijen met mensen voorgestaan. Dus okay. We gaan straks even naar binnen als je het leuk vindt. Ik kan zo meteen wel even kijken. Ja, ja zeker. Hey, wat ik me ook afvraag, Mickey, wat doe je nu eigenlijk allemaal voor activiteiten? Waar ben je allemaal mee bezig? Ja, het blijkt dat je in Nederland niet echt verschillende pitten op mag hebben, maar die heb ik wel. Ik ben actrice. En ik heb net weer een paar leuke gastrollen gespeeld in Nederlandse series. Ik heb een prijs gewonnen in New York voor Best Actress in a Feature Film op het Independent Film Festival. Dat was erg leuk. Heel blij mee met een film die we zelf hebben geproduceerd. En ik ben presentatrice, dus ik doe eigenlijk een beetje wat jij doet, maar dan voor een aantal bedrijven. Mensen interview. En ik heb een artclub in de Superclub. Dus ik organiseer exposities, interview de kunstenaars en verkoop het werk. En ik ben creatief adviseur. En dat is erg leuk. Dat heb ik natuurlijk heel lang voor Superclub gedaan. Dat heb ik internationaal helpen opzetten in nu 4-5 verschillende landen. Okay. En we gaan nu aan Londen werken. Je bent nog steeds heel veel op reis. Daar ben ik nog steeds bij betrokken. En ik vind die diversiteit juist heel erg leuk. Ja, je wil niet beperken tot één ding of zo. En waarom zo? Ja, precies. Ja. Hey, onze 15 minuten zitten er bijna op. Wat ik mij nog afvraag, wat is jouw levensmotto? I play my own drum. Oké, duidelijk. Dankjewel voor het gesprek. Ja, ook. Dat is leuk.